Goedemorgen allemaal, daar zijn we weer. Het is een stuk beter weer dan van de week, want het is nou geen zuchtje wind. En ik heb wandelschoenen aan, wil je ze zien? Het lijkt alsof ik enorme voeten heb, en het is toch echt maar maatje 40. Maar die waren bij de aanbieding, of in de aanbieding bij de... Oh, hoe heet die winkel? Oh, Lidl. En 20 euro. Dus ik dacht, ja, ik kan het al echt proberen. Want tot nu toe liep ik altijd nog op mijn gewone sportschoenen. Die ik ook altijd naar de sportschool aan had. Dus het is even wennen. Want ze zitten natuurlijk sowieso een stuk hoger dan gewone sneakers. Dus, maar mijn voeten hebben wel alle ruimte. Maar ik heb wel het idee dat ik minder hard kan lopen. Dus ja, dat zal even wennen zijn. Of ze moeten inderdaad nog wat soepeler worden. Dat weet ik allemaal niet. Ik weet ook niet of ik er verstandig aan gedaan heb. Dus ik denk, laat ik de route nemen van een kleine ronde. Een kleine ronde is 5 kilometer. En even oversteken hoor. Mocht het goed gaan, dan kan ik vanaf daar... er 2-3 kilometer aanplakken. En dan ben ik toch nog in de wijk. Dus dan kan ik op ieder willekeurig moment kan ik naar huis, mocht het niet gaan. En gaat het wel? Nou ja, goed, dan zit ik rond de 7 of 8 kilometer. En dan kan ik ze in ieder geval uitproberen. Maar ja, normaal gesproken met schoenen moet je ze even inlopen. Maar ja, hoe doe je dat met wandelschoenen? Die zijn toch om te wandelen, zou je denken. Nou, we gaan eraan beginnen. De eerste kilometer zit erop. Dus we hebben er nog veel te gaan. Dus tot de volgende keer. Doei!